Jaren geleden, in de jaren 60, ging ik naar een bijbelschool in Schotland. Het was een hele bijzondere bijbelschool, want het was een van de weinige bijbelscholen waar je niet werd geïndoctrineerd. Er werd je niet een bepaalde leer bijgebracht. Dat moest je zelf uitzoeken daar. Je kreeg wel opdrachten en zo. Ze hadden een grote bibliotheek van links tot rechts. Allerlei denominaties en zo, die waren erin vertegenwoordigd. Maar je moest zelf je weg vinden. En ze zeiden dat dat nodig was. Het was een zendingsschool namelijk. En ze zeiden, op elk zendingsveld is de behoefte weer anders. Je hebt zendingsvelden waar je echt een Calvinist moest zijn, om de zaak wakker te schudden. Maar je hebt ook zendingsvelden waar je een Arminiaan moest zijn, om de mensen wakker te schudden. En wij kunnen dat niet bepalen van tevoren. Dus je moet zelf je weg vinden. Nou, ik heb daar heel veel zegen van ervaren ook. Ik kan er een heel verhaal van vertellen natuurlijk. Maar waar ik het vanmorgen over wil hebben, is dat er een medestudent, die kreeg een roeping voor Japan. En die ging ook naar Japan en die heeft een aantal jaren heeft hij Japans gestudeerd, maar met heel goed resultaat ook. Maar hij ging er natuurlijk heen als zendeling, dus hij probeerde daar, hij kwam op een klein plaatsje terecht en daar ging hij evangeliseren. Dus hij ging huis en huisbezoek doen en hij ging openluchtsamenkomsten houden. En nou, hij deed van alles, maar er gebeurde helemaal niks, want die Japanners die waren totaal immuun voor de boodschap van het evangelie. Dus hij raakte toch een klein beetje ontmoedigd daardoor. En op een gegeven dag ging hij naar de kapper. Dat deed hij niet normaal, want kappers zijn er erg duur in Japan. Maar goed, hij deed dat. Het was achteraf bekeken ook heel goed dat hij dat deed, want die kapper, dat was een sportsman. Die was helemaal vol, had hij van baseball. Hij was namelijk vice-president van de jeugd daar in die plaats. En hij leerde de jeugd dus alle kneepjes van het vak van baseball vooral. En dus hij vertelde daarover aan die zendeling dan. Hè. En Jack, ik zal hem Jack noemen. Hij heeft een Schotse naam. En, maar ja, die Jack die wist helemaal niks van baseball, want dat spelen ze niet in Engeland namelijk. En die kapper die begon dat te merken, dat hij helemaal niet geïnteresseerd was in baseball. En toen vroeg hij aan hem, joh, ben je niet geïnteresseerd in baseball? Dat doen jullie toch ook, daar waar je vandaan komt. Hij dacht dat hij uit Amerika kwam, maar hij kwam uit Engeland namelijk, uit Schotland. En daar spelen ze helemaal geen baseball, hè. Dus toen vroeg die kapper aan hem van, joh, wat voor sporten hebben jullie daar in Engeland en in Schotland dan? En toen vertelde hij dat het cricket was in de zomer en dan voetbal in de winter. En en dan moest hij uitleggen wat cricket was. Nou, dat is vreselijk ingewikkeld. En hoe lang dat zo'n spelletje cricket duurde, dat duurde een paar dagen namelijk. Weet u er iets van cricket in Engeland? Dat is een heel vreselijk ingewikkeld spel. En voetbal ook, hè. Maar wat was er nou gebeurd daar net in die tijd? In 1968 was er in Tokio voor het eerst waren de Olympische Spelen gehouden. En toen hadden de Japanners hadden ook voetbal gezien. Maar ja, niemand speelde voetbal in Japan. Maar ze kregen allemaal wel interesse in voetbal. Maar ja, er was niemand die daar op inging. Maar toen vroeg die kapper van, joh, moet je luisteren, voetbal jij ook? Ja. En hij voetbalde namelijk, op straat had hij vroeger gevoetbald, maar ook in het leger had hij gevoetbald. En toen vroeg die kapper allerlei dingen aan hem, wat hij er allemaal van wist en kon. En op een gegeven moment zei die kapper, joh, dan ben jij de aangewezen persoon hier, want ik heb de jeugd hier in deze plaats. En ik wil graag dat je die kinderen voetbal leert. Want er was interesse in gekomen, maar er was niemand die kinderen kon onderwijzen. Nou, die denkt ook van, joh, oh check, die dacht ook van, ja, dat is niet mijn roeping hoor, om voetballen te gaan instrueren aan de jeugd. Dus hij zei, en toen vroeg hij, nou, wanneer moet dat dan gebeuren? Nou, op zaterdagmiddag, elke zaterdagmiddag, het hele jaar door. Nou ja, dat vond hij te veel, want hij bereidde zich voor op de zondagdienst, vooral op zaterdag, en hij dacht dat hij daar geen tijd voor had daardoor. Maar ja, toen kwam hij thuis, en toen ging hij erover bidden. En toen kwam hij tot de conclusie dat hij het toch maar moest doen. Dus hij ging weer naar die kapper terug. Hij zei, joh, ik wil het een jaar proberen. Dat duurde 3 jaar. Dat ging heel erg goed namelijk. Maar wat gebeurde er nou? Die jongens, het waren zo'n 30 tot 50 jongelui, jongens.
En die ging die voetballen leren. Maar wat was er nou aan de hand in Japan? Dat iedereen die goed was, die werd op een voetstuk gezet. En iedereen die niet mee kon komen, die werd, die was niks waard eigenlijk. Hè? Heel erg, Japanse cultuur is echt prestatiegericht. Heel erg. En je hebt er ook heel veel zelfmoorden en zo, ook onder de jeugd. Hè? Want als je niet mee kan komen, ja, dan tel je niet mee, dan ben je waardeloos. Hè? Maar hij, met het voetballen, ging hij dus christelijke principes toepassen, vanzelf eigenlijk al. He, dus hij zei dat iedereen evenveel waard was. Ook die jongens die niet zo goed konden voetballen, die waren net zo goed waard als degene die het wel heel goed konden. Want ja, je had het toch meegekregen op een of andere manier. Je had er zelf niks aan gedaan. En dus hij gaf voetballes. En dat principe, dat past hij rigoureus toe. Dus al die jongens die, waar de anderen normaal gesproken op neerkeken, van ja, die is niks waard. Die gaf hij allemaal van, joh, die zijn juist heel veel waard. En het gaat erom dat je met elkaar iets goeds gaat doen. Nou, ik kan het niet allemaal vertellen hoe die dat allemaal deed. Maar het gevolg was dat die ouders, die kregen die jongens terug thuis. En iedere keer waren ze enthousiast. Ook die jongens die niet zo naar de mens gesproken, niet zo goed mee konden komen. Dus ze werden zo geïnteresseerd eigenlijk van, ja, wat is dat voor een heel bijzondere, de principes die hij toepaste, daar raakten ze in geïnteresseerd. En als er een jongen dus geblesseerd was, dan ging hij gewoon naar die ouders toe. En dan ging hij toch vertellen dat voetballen toch wel een beetje een ruige sport was. En dat je dat kon verwachten. En dan vertelde hij dat, hij leefde mee, hè, met het jongetje wat gewond was geraakt met voetbal. En die ouders die vonden zo'n leuke vent. Dus die nodigden hem uit op de koffie of op de thee. In Japan is allemaal thee, hè. En zo kreeg hij allerlei contacten. En dat niet alleen, maar die ouders, die zaten in de oudercommissie van de school en zo. En ja, allerlei organisaties en zo zaten die ouders in natuurlijk. Dus die begonnen er met elkaar over te praten. En die zei, joh, je moet een keer die man eens een keer uitnodigen op een ouderavond. Dat hij er iets over vertelt. En dat gebeurde dus. En dat was de eerste keer dat hij daarvoor een samenkomst. Hij sprak heel goed Japans in die tijd al. Nou, dat ging erin als koek, hè. En het was totaal nieuw voor de Japanners, die principes. Dus dat nieuws verspreidde zich. En toen de onderwijsbond van onderwijzers, die hadden een congres. En op een gegeven moment nodigden ze hem uit om daar te spreken over de manier waarop hij eigenlijk dus de principes toepaste. Waardoor de jongens zo tot ontplooiing kwamen allemaal. En van het een kwam nu een ander. En uiteindelijk werd hij heel bekend daar in Japan. En allerlei deuren gingen voor hem open. En hij was ook op de hoogte met de Japanse literatuur. Daar had hij ook veel interesse in. Dus hij kon allerlei voorbeelden noemen ook van Japanse schrijvers. Die ook allerlei principes toepasten die daar wel mee in overeenstemming waren. Dus van het een kwam het ander. Dus hij heeft een geweldige bediening gekregen daar in Japan. Gewoon omdat hij de principes toepaste van, wie is er belangrijk? Dat is niet degene die gaan presteren, maar dat zijn juist degene die juist hulp nodig hebben. En degene die hulp bieden, dat zijn degene die waardevol zijn. Nou, ik werd er weer bij bepaald toen ik me voorbereidde op deze dienst. En ik dacht, joh, dat heb ik toch een keer hier verteld ook. Hè? 10 jaar geleden heb ik hier een keer gesproken over de uitverkiezing. Weet jullie dat nog? Allemaal natuurlijk nog, hè? Weet je allemaal nog, hè? Uitverkiezing. Ja. En toen heb ik een tekening gemaakt. Nou, ik heb toen gesproken, want er zijn natuurlijk heel veel mensen in deze streek die daar met het probleem zitten, met die uitverkiezingen, dat God mensen uitverkiest om verloren te gaan en ook om behouden te worden. En degene die verloren gaan, die kiest hij uit om ter verheerlijking van zijn rechtvaardigheid. En degene die uitverkiest om behouden te worden, dat is ter verheerlijking van zijn genade, van zijn barmhartigheid. En je kan niet van de ene groep naar de andere overgaan. Er is ook helemaal geen enkel verschil tussen die twee groepen. En dat is gewoon het uitverkiezend voornemen van God. Ik weet niet precies hoe die uitdrukking is die daarvoor gebruikt wordt. Maar het is heel verschrikkelijk. Er zitten heel veel mensen die zitten alsmaar zich af te vragen, waar hoor ik nou bij? Nou, je weet allemaal die verhalen wel uit de families, hè, hier in deze streek. Heel verschrikkelijk. En toen heb ik, 1 Korinthe
1 hebben we voorgelezen, een stukje uit 1 Korinthe 1, waarin staat van wie er uitverkoren zijn, want er is een uitverkiezing gelukkig hoor, want als er geen uitverkiezing zou zijn, zouden we hier niet meer zitten. Ja, maar God die heeft mensen uitverkoren. En in 1 Korinthe 1, even kijken welk vers het is, moeten we maar even opzoeken. 1 Korinthe 1, geweldig belangrijk stukje is dat. Dat staat in vanaf vers 26 staat hier van wie God uitverkoren heeft en waarom. Er staat dit. Ziet slechts broeders wat gij waart toen gij geroepen werd. Ik heb de NBG vertaling, hè. Ziet slechts broeders wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, naar de mens gesproken. Niet vele invloedrijken. Ook niet vele aanzienlijken. Integendeel. Wat voor de wereld dwaas is, dat heeft God uitverkoren. Waarom? Om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren. Waarom? Om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren. Dat wat niks is. Waarom? Om aan hetgeen wat wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt. Die ons voor God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roemen in de Heere. Dus dat is de uitverkiezing van God. En daar staat heel duidelijk bij waarom die uitverkiezing er is. Gewoon om te voorkomen dat we, ja, dat er hoogmoedige mensen behouden zouden worden. He, dat we allemaal naar beneden moeten. En ik had een tekening gemaakt van een berg. Nou, die weten jullie ook nog allemaal natuurlijk. Hè? Kunnen jullie allemaal nog wel herinneren. Hè? Dat is deze tekening zo. Dit is de berg der verheerlijking, maar dan naar de mens gesproken. Hè? En dan is de maatschappij zo, dat we allemaal proberen zo hoog mogelijk te komen. Streberijen. En dan is hier dus het hoogste punt en dat probeert iedereen te komen. Hè? Dat is dan een geweldige, die heeft het bereikt. Hè? En dan op de weg ernaartoe. Al degenen die beneden zijn, die proberen hoger te komen, ellebogenwerk, met allerlei middelen en allerlei negatieve motieven. Ja, ze kijken neer op degene die beneden staat, die nog lager is dan zij, en zijn jaloers op degene die wat hoger zijn. En zo probeert iedereen zo naar boven te komen. Nou, het is constant strijd, hè? Allemaal oorlog is dat. En mensen die worden daar zo vreselijk moe van ook. En, wat is er? Een beetje draaien. Een beetje draaien? Kun je het dan ook nog zien, ook een beetje draaien? Zo. Het is geen moeilijke tekening hoor. Maar goed, dat is dan de cultuur, hè, waarin we zitten. En daardoor zijn er zo ontzettend veel mensen die vermoeid en beladen zijn. Hè, met, ja, niet alleen door dit hele principe, maar door alles wat er in de... Ja, op ze afkomt tegenwoordig, hè, met de sociale media alleen al. Het is onvoorstelbaar waar mensen mee zitten. En zijn allemaal oververmoeid en belast worden dood en doodmoe. Er vallen ook slachtoffers natuurlijk. En dan staat er hier, dus naar boven, dat is de ellende. Naar boven kun je alleen maar komen als je de capaciteiten hebt. Hè. En als je die capaciteiten niet hebt, dan kun je niet naar boven. En degene die de meeste capaciteiten hebben, die kunnen de anderen naar beneden drukken en hoger proberen te komen. En degene die geen capaciteiten hebben, die kijken ook neer op degene die nog minder capaciteit hebben. Nou, ik hoef dat niet allemaal uit te leggen. Maar wat de gevolgen zijn van dit principe. En dan staat er hierin, in de Korinthebrief, dat God juist dat, om dat te voorkomen, hè, dat mensen met zo'n mentaliteit ooit de eeuwigheid in zouden gaan, dan zou de hemel weer een vreselijke plek worden. Hè, maar God die wil het totaal buitensluiten. De hoogmoed wil God buitensluiten, want dat is het ergste wat er is. Hè. De duivel is door hoogmoed, heeft hij zijn eigen weg gekozen. Nou, dat hoef je niet te vertellen hoe dat allemaal is gegaan. Heeft hij ons allemaal in meegenomen. We zijn allemaal besmet met die mentaliteit. En daar wil God een einde aan maken. En daarom heeft hij uitverkoren wat helemaal niks is. En wat voor de wereld dwaas is. En wat voor de wereld veracht is. En dan is het ook zo dat degene die werkelijk wat waard was. Hè, dat was de Heer Jezus.
die is uit de hemel gekomen en heeft zich vernederd. Hij is helemaal naar beneden gegaan. Ik hoef je dat niet te vertellen, dat staat in de Filippenzenbrief, dat Jezus tot in het dodenrijk is. En hoe staat het er ook alweer? Laten we even opzoeken. Dat is een heel belangrijk principe namelijk in Filippenzen. Daar staat het helemaal precies beschreven, die hele gang van de Heer Jezus. Zijn vernedering. Filippenzen. Filippenzen. Galaten, Efeziërs. Ja, Filippenzen. En er staat erin. Er staat in hoofdstuk 2. En vanaf vers 4. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde, het Goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En dat niet alleen. En aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van een vervloekte, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op aarde zijn en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. En dus hier is dus Jezus heerlijk zo, als zoon des mensen. Zo. Kijk, en hier is het net een lift. Hè? Jezus is hier gekomen en we moeten allemaal naar beneden. Zo, allemaal naar beneden. En dan alleen als je je vernedert en je zegt, Heer, ik ben helemaal niks, ik weet helemaal niks. En ik heb alles van u nodig, ik heb genade, ik moet van de genade moet ik het hebben. En dan is hier de ingang van die lift om je mee te nemen naar het leven wat Jezus heeft voor ons. Kun je het nog een beetje herinneren allemaal? Ik denk het wel, hè, of niet? Nee, maar goed, dat is de uitverkiezing van God, hè. Nou, door dit hele principe van die streverij, zijn er ontzettend veel mensen die vermoeid en belast zijn. Ook hier nog. We hebben het niet in de gaten, hoe makkelijk dat je toch meegesleept wordt in die hele mentaliteit. En daar wil ik nu nog even over hebben. Over de Heer Jezus, wat hij zegt tegen mensen die vermoeid en belast zijn. Dat staat in, dat kennen jullie wel, hè, Matthäus 11, heel bekend stukje. We hadden kinder- of jeugdkampen, hebben we vaak georganiseerd in de hervormde kerk in die tijd. En in die jeugdkampen, er was een keer een jongen en die kwam elk jaar, ging hij mee. Maar het was een jongen die gekenmerkt was door een chaotisch leven. En ook heel zenuwachtig en heel gespannen en zo. En ik dacht, joh, wat kun je voor die jongen doen, hè? Dus op een gegeven moment, toen gaven we iedereen een tekst mee aan het eind van het kamp. En toen gaven we hem de tekst mee, joh. Je moet eens lezen wat er staat in Matthäus 11. Matthäus 11, even opzoeken. Matthäus 11, je kent die tekst wel. Heel belangrijke tekst als je het hebt over vermoeid en belast. Ja, jullie kennen hem zo uit je hoofd, denk ik wel. Even kijken, Matthäus 11. Ja, daar is die. Er staat dit. Vers 28. Gaf hem mee, hè. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Dat vonden we zo'n geweldige belofte, hè? Vooral voor die jongen. Ik denk, nou, stel je voor dat hij dat gaat doen. En hij komt volgend jaar weer terug. Dan zijn we toch wel benieuwd wat het uitgewerkt heeft. Dus hij kreeg die tekst mee. Komt tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Nou ja, het volgende jaar kwam hij weer mee. En toen kreeg ik weer een gesprek. En tot mijn verbijstering zei hij, er klopt helemaal niks van, hoor, van die tekst. Ik zeg, welke tekst? Nou, die ik meekreeg. Van komt tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Ik heb er niks van gemerkt. Het werkt helemaal niet. Nou, hij zei het in nogal sterke bewoordingen, hoor, want hij was zeer teleurgesteld ook. En wij dachten, joh, hoe kan dat nou toch, hè? Er staat toch heel duidelijk van, allen, hè? Dus hij ook. Nou, toen gingen we erover nadenken. En toen kwamen we tot een
ja, tot een, ja, wat zou ik zeggen, even een het was eigenlijk een soort van aha-erlevenis, hè. Van jongens, dat we dat over het hoofd hebben gezien. Want er staat, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En er staat er geen punt, maar er staat een punt, komma. Die tekst is nog niet afgelopen. En toen gingen we verder lezen en er staat er van, neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zul je rust vinden voor je ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De hele gebruiksaanwijzing van die tekst hadden we er niet bij gegeven. Een halve teksten, mensen, die werken niet. Ik kan je zo een paar voorbeelden geven van halve teksten waar we allemaal, ja, die we heel dierbaar vinden, maar die soms het tegenovergestelde zeggen dan dat er echt bedoeld wordt, omdat we dan de rest van die tekst vergeten. Ik ga er niet verder op in, want anders duurt het te lang. Ja, maar hier heb je het ook weer, hè, dat is een tekst dan, en dan zijn we, staan we ons blind op die, ja, dat we rust zullen krijgen als we vermoeid en belast zijn, als we bij Jezus komen, en we vergeten de gebruiksaanwijzing. Nou, daar wil ik het nu nog even over hebben. Ook voor alle van ons allemaal, dat die onrust en die vermoeidheid, ja, die dringt zich heel gauw makkelijk aan ons op. En dan moeten we weten wat we moeten doen. Nou, er staat hier dus van, kom tot mij, zegt Jezus. Dus als we dit op het bord zetten, van vermoeid, dus belast. Nou, wat moeten we dan doen? Nou, dan moeten we bij Jezus zijn. Naar Jezus komen. Nou, en dan, wat moeten we dan doen, staat hier. Dat staat er hier, dan moeten we van hem gaan leren. Nee, eerst staat er nog, neemt mijn juk op u. Dus, ja, juk opnemen. Juk opnemen. We zullen straks even kijken wat het in de praktijk, ja, wat het eigenlijk bedoelt, wat Jezus daarmee bedoelt. En dan staat er hier, het volgende is dat we, en leert van mij, leren. Leren. En wat moeten we leren? Er staat er ook, leren. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dus we moeten leren om zachtmoedig en nederig te worden. Zachtmoedig plus nederig moeten we worden. En als we dat leren, als we van hem leren, dan zullen we rust vinden voor onze zielen. Dus dat is rust. Hier krijgen we dus de rust. Dat vinden we bij dit recept. Als we dit recept toepassen, dan kan het niet anders. Of we vinden rust. Nou ja, het is een beetje slordig misschien. Rust. En er staat er ook nog bij van, jongens, dat het niet een zware last is. Maar er staat er zelfs nog bij van, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus het is vreselijk makkelijk allemaal, als we dat doen. En we zullen zo even kijken wat daar de oorzaak van is. Dus als we vermoeid en belast zijn, moeten we bij Jezus zijn. Nou, hoe komen we nou bij Jezus, hè? Nou, vorig jaar heb ik het erover gehad van dat Jezus in deze wereld voor ons beschikbaar is als het levende water. Kun je het nog herinneren? Levend water, hè, dat is die andere trooster. Ja, daar hebben we het uitgebreid over gehad, al twee keer dacht ik hier. En dat is zo geweldig dat Jezus, die is in de hemel, ja, als zoon des mensen, maar hij is hier als het levende water. En dan zegt hij ook, hè, van komt alle tot mij die als je dorst hebt, komt, hoe staat het daar? In Johannes, een hele bekende tekst, hè. Ja, het zijn allemaal teksten die we wel kennen. En dat staat in Johannes 7, vanaf vers 37. Dus, en dan riep Jezus, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Dat is juist het geweldige, dat toen hij zijn geest uitstortte, was het levende water.
En Jezus kon niet drinken toen hij hier op aarde was. Zijn geest die zat opgesloten in zijn lichaam. Nu is hij in de hemel, is hij verheerlijkt als zoon der mensen. Maar zijn geest is nu overal. En Jezus noemt zijn geest het levende water onder andere. En het levende water, dat is niet op één plaats gelegd. Het is overal. Overal beschikbaar. En je kunt het tot je nemen namelijk. Je kunt het drinken. En drinken is het eerste wat je kon. Namelijk, niemand heeft je ooit geleerd om te drinken. Maar het is heel ingewikkeld hoor. Dus je moet beschrijven hoe drinken werkt. Maar als je dorst hebt, dan weet je hoe je drinken moet. Zelfs een klein kind wat net geboren is, weet dat. Hij hoeft niet eens te kunnen praten. En zo gauw als hij dat kenbaar maakt, dat hij dorst heeft, dan komt moeder al met de fles of met de borst. En dan wordt zijn dorst gelest. Nou, zo makkelijk heeft Jezus het gemaakt om de Heilige Geest te ontvangen. Om hem te ontvangen in je leven. Dat je een bron. Het staat er verder, moet je eens kijken. Hij komt tot mij en drinken. Dat kan dus nu, omdat Jezus overal, hier is hij ook. Als het levende water. Voor iedereen bereikbaar en beschikbaar. En je bent in zijn tegenwoordigheid. En je hoeft maar te zeggen: ik heb dorst, Heere. En dan is hij degene die je dorst lest. Wie in mij gelooft, die het van mij verwacht, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen niet alleen in zijn binnenste vloeien, nee, zullen uit zijn binnenste vloeien. Dan word je een bron van levend water, mensen. Dat is zo onvoorstelbaar is dat. En dat je die bron ten allen tijde met je mee mag dragen. Die bron zit niet daar en jij bent hier. Nee, die bron die komt in je hart. Dat hebben we ook vorige keer verteld over die vrouw bij de put. Hè, die had ook dorst bij het leven. Die zocht het bij mannen. En toen zei Jezus tegen haar van: als je van dat water blijft drinken, hou je dorst, joh. Hè, maar je moet bij mij komen. En als je drinkt van het water wat ik je geef, zal het worden tot een fontein van water. Dat springt een eeuwige leven. Het wordt in je. Dat is tot in eeuwigheid zelfs. Jezus zegt van die trooster, die zal bij je zijn en in je zijn tot in eeuwigheid. En je kent hem ook. Het is een oude bekende, want dat ben ik zelf, maar op een andere manier. Andere verschijningsvorm. Ik ben er als levende water. Ten dien dagen zul je weten dat ik in mijn Vader ben en jij in mij en ik in jou. Nou, dat is zo onvoorstelbaar geweldig. Dit zeide hij van de geest, welke zij tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er toen nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was, maar nu wel. Dus dat is zo simpel, om bij Jezus te komen. Hij is hier gewoon, als het levende water. En je mag je dorst kenbaar maken. En als je zegt: Heer, ik heb dorst. Ja, dan is hij meer dan bereid om je dat levende water te geven. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zul je ontvangen en zul je een bron worden van levend water. En het juk opnemen, wat zou dat betekenen? Dat betekent dat je beschikbaar moet zijn. Dat je zegt: Heer, hier ben ik, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, dat ontbreekt heel vaak, hè? Want we zeggen vaker van: Heer, wat wil ik dat u doen zult? Dat is meestal onze houding ten opzichte van Jezus. Wat wil ik dat u doen zal, Heer? Nee. Jezus zegt: je moet beschikbaar zijn. En dat is: Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En dat is een keuze die je maakt. Eens en voor altijd. En daar moet je in blijven ook. Nou, dat is een onderwerp apart natuurlijk. Maar snap je een beetje? Juk opnemen, dat is beschikbaar zijn. Dat is de volgende les die je mag leren. En dan moet je leren, hè, een leerling van Jezus zijn. Nou, dat kun je wel eens afvragen. Hè, van: leer ik wel eens wat van Jezus? Leer wel eens wat? Leer ik wel eens wat van Jezus? Nou, als je niet leert, ja, dan blijf je stilstaan. En dan zak je achteruit. Dan wordt het alleen maar minder in plaats van meer. Leren, dat is een kenmerk van leven. Dat er beweging in zit. Dat er toename is. Leven, dat is groeien. En dat doe je door te leren. Met vallen en opstaan hebben we ook een paar keer al over gehad, hè. Dat je moet niet de fout maken dat alle tekortkomingen die je hebt en alle dingen die je nog niet kan en de fouten die je maakt, dat het allemaal zonden zijn die tussen jou en God instaan en die scheiding maakt tussen God en jou. Dat is niet zo. Zondigen, dat is dat je bewust dingen buiten God omdoet. Dat je dingen doet waar je God niet bij kan gebruiken. Nou, dat kun je eens en voor altijd vanaf. Ja, want dat heeft Jezus, die heeft dat principe al lang aan het kruis gehangen. Hij heeft onze zonde in zijn eigen lichaam op het hout gebracht. Opdat wij aan die zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Maar we moeten wel alles leren van het begin aan. En dat kan alleen met het vallen en opstaan. Want als je geen fouten mag maken, dan leer je helemaal niks.
Dat is vreselijk normaal. De Heer Jezus zelf, heb ik ook een keer gezegd al. Hè? Jezus zelf, die was ook niet zindelijk meteen toen hij geboren was. En hij moest ook lopen leren, of kruipen en met vallen opstaan, moest ook lopen leren. En hij moest ook leren lezen en schrijven. Nou, dat kan alleen maar als je fouten mag maken, anders leer je nooit wat. Maar het gaat om je gezindheid. Hè? Zijn gezindheid was 100%. Hij wilde voor zijn vader leven. Heer, vader, ik wil alles leren wat ik moet leren. En hij heeft er 30 jaar over gedaan. Om een volmaakt mens te worden. Ja, en wij zijn leerlingen van Jezus. En we mogen ook leren met vallen en opstaan. Hè? Ik heb al eens gezegd, hè, toen die timmerman werd bij zijn vader. Heeft hij ook spijkers krom geslagen. Heeft hij ook op zijn duim geslagen. Heeft hij, ja, moest hij ook leren om daar goed mee om te gaan. Om er vanuit... Ja, toch samen met God om daar, ja, om een goede gezindheid te hebben. En niet te gaan, nou ja, ik hoef je niet te vertellen wat je doet als je op je duim slaat natuurlijk. Maar dat moet je wel leren. Nou, dat, al die dingen, we moeten leerlingen zijn van Jezus. Hè? En dan moet je maar eens afvragen van, zit er bij mij nog groei in? Leer ik wel eens wat van Jezus? Ben ik er echt mee bezig? Ben ik echt een leerling van Jezus? Moet je echt eens afvragen hoor. Want het zou best kunnen dat je al jaren stilstaat. Of stilstaat, afzakt zelfs. Dat er geen leven en geen... Als je dor bent als een dorre boom. Hè? En dat maakt totaal geen indruk met je mooie verhalen van wat je allemaal, hè, aan statussymbolen hebt als christen. Hè? Je bent met veel water gedoopt en je, nou ja, noem maar op. Hè? Je kan van alles aanhalen van wat er allemaal, hoe je geestelijk leven eruit ziet. Maar als er geen groei in zit, als er geen beweging in zit, dan ben je dood. En Jezus heeft in die gelijkenis van de ware wijnstok... Heeft hij daar wel over gezegd, hè, van wat er gebeurt met takken, met ranken die dood zijn. Ja, die worden op een hoop geveegd en die worden verbrand zelfs. Nou, het is geen prettige boodschap, maar we hebben het wel nodig dat we die waarschuwing ook ter harte nemen. We moeten leren. En dat is, ja, je hele leven ben je een leerling. Je bent niet tot je laatste snik een zondaar, hè, dat je alsmaar dingen doet buiten God om. Nee, je leven lang ben je een leerling van Jezus. En Paulus die had het ook, hè, die zegt ook, ik heb nog lang niet, ben nog lang niet volmaakt, moet er zoveel leren. Maar hij was hij volmaakt in zijn gezindheid. Dat staat in de Filippenzenbrief ook. Hè. Nou, we hebben het allemaal een keer erover gehad hier. Ik ga het niet helemaal herhalen. Maar snap je een beetje, dat leren, dan moeten we ons afvragen van, zijn we echt leerlingen van Jezus? Nou, en wat moeten we dan leren? Zachtmoedigheid en nederigheid. Zachtmoedigheid en nederigheid. Stel je voor dat je hier een gemeente zou hebben van allemaal christenen die gekenmerkt werden door nederigheid en door zachtmoedigheid. Jongens, wat zou dat een zegen zijn? En Jezus die wil niks liever, hè, dat we zachtmoedig zijn en nederig. En daar moeten we mee bezig zijn, dat moeten we echt leren. En we moeten ons afvragen, van heren, ben ik er nog wel bezig? En als je een dag bekijkt, hè, van ja, ben ik wel zachtmoedig en nederig geweest. Want zachtmoedig en nederigheid is zo belangrijk in gemeenten ook. Hè? Dat alle ellende van scheuringen en nou, toestanden in de gemeente komt allemaal omdat we niet nederig zijn. En niet zachtmoedig zijn. Nou, denk er maar eens over na verder. En dan zullen we rust vinden voor onze ziel. Dat is zonder uitzondering. Als je die kant uitgaat, dan zul je rust vinden voor je ziel, zegt Jezus. Dat is zijn belofte. En dan zegt hij er ook nog bij, hè, van mijn juk is zacht en mijn last is licht. Weet je hoe dat komt? Dat je dat zo gaat ervaren? Nou, ik zal dat even die tekening maken die ik al 10 keer gemaakt heb. Waarschijnlijk ook hier. Hè, dat staat ook in de Filippenzenbrief. Dat staat dit. Dat God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. God is het die op zijn welbehagen, heeft hij plezier in, om bij jou het willen en het werken in je te werken. Dat je hart zo verandert, dat je zin krijgt om zijn wil te doen en dat je het ook kan. En dat ga je zo ervaren. Zo, kijk, dit is onze taak, hè, die voor ons ligt. Hè, ook zachtmoedig worden en nederig van hart. Dat is een taak, nou die is, en jij bent hier, ik denk, jongen, dat is veel te zwaar. Hè. Dat is een zware taak. En het, ja, naar de mens gesproken is het ook zo. Hè, om echt zachtmoedig en nederig te zijn, nou, er is heel wat voor nodig. Dan moet je behoorlijk, ja, ga je behoorlijk door de molen als je dat echt doet. Maar weet je wat nou het leuke is? Dat God die werkt het willen en het werken in je. Hè, dus dit is je taak, hè, of je lessen die je mag leren. Taak, zo. En dan is het net alsof er een ballon aan zit. Zo. En als die ballon eraan zit, hè, dat ziet niemand.
Ja, maar dat ga je wel ervaren. En dan is die zak is gewichtsloos. Je merkt dat je die zak kan tillen tot je verbazing. En dat is als je gebruik maakt van die belofte van het nieuwe verbond. Dat God zijn wet in je hart legt en in je verstand schrijft. En dat er een streep gaat door je verleden. Nou, dit is een van de voorbeelden die je zou kunnen gebruiken. Die je zou kunnen gebruiken ook in je kindersamenkomst bijvoorbeeld. Om dat duidelijk te maken, want kinderen moeten dat ook weten. Ja, dat de taak, dat leven met Jezus, dat niet zwaar is en moeilijk, maar dat het een lust voor je wordt als je het nieuwe verbond ingaat. Die zegt, Heere, wilt u uw wet in mijn hart leggen, in mijn verstand schrijven? Ik wil gebruik maken van die belofte dat u het willen en het werken in mij werkt. Maar ja, daar heb ik ook vorige keer ook al bij verteld, dat de duivel is er niet blij mee. Dus je zet er twee rotzakken bij, zo. Kun je het nog herinneren? Van morren en bedenkingen. Nou, ja, en als je die erbij pakt, want het is net alsof die twee zakken erbij horen. Die zakken erbij, en daar zitten geen ballonnetjes aan hoor, aan morren en bedenkingen. Maar het maakt die taak nog weer hartstikke zwaar, waardoor je niet merkt dat het zijn last licht is en zijn juk zacht. Zaten wij het ook even opzoeken in Filippense brief. Goeie brief hoor, die Filippense brief. Ja, er zijn zulke fijne dingen in. Filippense. Er staat er ook weer in, heel duidelijk. Filippense, even kijken, Filippense. Even kijken hoor. Oh ja, Filippense 2. En vanaf vers 12, daar staat dit. Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijden gehoorzaam zijt geweest. Nou, dat zei hij tegen die Filippense. Dat is nogal wat, hè, dat ze ten allen tijden gehoorzaam waren. Blijf niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar ook des te meer in mijn afwezigheid, je behoudenis bewerken met vrezen en beven. En wees als de dood om van die weg af te raken. Mag je best bang voor zijn. Dat houdt je op de goede weg. Want God is het, en dan komt het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in je werkt. En er staat er wel bij, doet alles, dat is heel veel hoor, ik zeg het ook weer tegen mezelf, want jongens, we zijn zo hardnekkig wat dat betreft. Doe alles zonder morren of bedenkingen. Doe alles zonder morren en bedenkingen. Jongens, als je dat gaat toepassen, wat wordt alles dan een stuk makkelijker. Want door morren en bedenkingen wordt alles zo zwaar en moeizaam. Door dat je denkt, ja, waarom moet ik dat? Nou ja, je weet al die argumenten. Hè? Ik ga er geen voorbeelden voor noemen. Maar. En dan moet je eens kijken wat dan het gevolg is. Doe alles zonder morren of bedenkingen. Opdat jij onberispelijk, onbesmet moogt zijn. Onbesproken kinderen van God, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Dus als je een lichtende ster in de wereld wil zijn, leer dan nederigheid en zachtmoedigheid. En zeg van, Heere, wilt u uw wet in mijn hart leggen en in mijn verstand schrijven? En wilt u me helpen om alles zonder morren en bedenkingen te doen? En dan word je een stralend licht, een stralende ster in deze wereld. Ja, dat is Gods bedoeling, hè? Ik hoop dat je er wat mee kan. Met wat ik nu gezegd heb. Het is allemaal een stuk herhaling ook van de vorige keer. Een hele tijd geleden. Maar kun je er wat mee? Ja? Ik hoop het echt hoor. Ik zal even stil zijn. Dat iedereen voor zich even de balans opmaakt. Dat je jou vraagt van, Heere, leer ik nog wel eens wat van u? En wilt u me toch wakker schudden? Ja, dat ik echt een leerling ga worden weer opnieuw.